Nee, je mag niet op het dak staan, Patrick. Heb je niet gehoord de nieuwe wet hier in Europa? Ga je wegrennen, Patrick? Dan krijg je alleen maar de celstraf, hè, vriend? Hij eet. Oh, waar gaat hij heen? Yo, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dennis, oftewel de Rotjoch. Welkom weer terug op het kanaal Rotjoch. En we zitten weer in dit oh zo prachtige, knappe, mooie Mindtopia. En zoals jullie kunnen zien sta ik in mijn politiebureau. Want ik ben sinds kort politieagent. Heb je dat nog niet gezien? Kijk even de vorige aflevering terug. Die staat nu bij jou in beeld. Kan je even kijken. Als je erop klikt, kan je even de vorige aflevering zien. Dat zal ik zeker even doen. Voordat je deze episode zo ziet. Dan denk je even, huh, what the fuck allemaal. Want je zit in het politiebureau deel. Hoe kan dat? Huh, dat klopt helemaal niet. Dan weet je in ieder geval dat ik politie ben. Dus doe dat even. Goed, zoals je kan zien hier dan staat proefagent Rotjoch. Ik ben bijna aan het einde van mijn proefperiode. Ik heb over 2 dagen heb ik een gesprek met Heraton, de politiechef. En hopelijk word ik aangenomen. Nou, goed, ik ben binnengekomen in mijn politie, in het politiebureau. En eens even kijken hoor. Mijn taak. Ik had het enige wat ik moet doen eigenlijk zodra ik binnenkom. Want dat is het systeem dat ik doorgevoerd heb zolang Heraton er niet is. Dus niet naar boven lopen. Dan ga je hier een kijkje nemen in de kist hier zo. Ja. Eens even kijken, de kist en Rotjoch. Hey, ik heb een case. Oh, dat is de case die ik toen gestolen had eigenlijk van, hoe heet die? Van Warlord. Maar Warlord heeft gedrukt, dus maakt niet uit. Ik doe wel even. Klachtpandatje is vervolgens Pandatje X. Heeft gameafdeling schoenen gestolen bij de paan. Ze heeft het bij de verkoper gemeld. Echter heeft de verkoper tot op dusver geen actie ondernomen. Gameafdeling heeft al een bekend bij de politie uit voorzorg een onderzoek starten. Wie heeft eigenlijk het gedaan? Getekend bij Friction is dat. Dus volgens Pandatje X heeft gameafdeling schoenen gestolen. Bij de pawn. Oké, nou, moet ik binnenkort even een gesprek aangaan met Pandaatje X. Is zij eigenlijk online? Nee, die is niet online. Maar ik hou dit wel eventjes in mijn, klachtenfolder, zodat ik inderdaad ga kijken. Nou, goed. Nou, in ieder geval, bij de politieagent heb ik een paar taken moeten doen natuurlijk. Een paar kleine, simpele taken moeten oplossen. Dat wordt allemaal geregeld allemaal, dus dat is hartstikke fijn. Natuurlijk hier checken. Is leeg. Dan ga ik even langs de Red Light District, want ja, natuurlijk naast politieagent heb ik natuurlijk een Red Light District en heb ik allemaal zaken die ik moet regelen. Ik heb natuurlijk ook nog wat illegale zaakjes. Maar sinds ik bij de politie ben, word ik een klein beetje in de gaten gehouden. Dus ik moet een klein beetje opletten. Hallo Jesse, Ice Swords. Jan, gezellig jongens. Mijn collegaatje Ice Swords op daar. Maar sinds ik bij de politie ben, moet ik wel een beetje oppassen met wat ik doe. Want ze zitten hier met hun neus er bovenop. Dus ik ben een beetje rustig aan het doen met Tinky Winky en Lala. We hoeven ook niet zoveel te doen meer de laatste tijd, want ja, het is nogal rustig in de stad. Het is kerst. Iedereen is vrolijk en vriendelijk. Een nieuw jaar komt eraan. Dus ja, er zijn niet echt dingen wat fout gaan. Ik bedoel, het geld blijft lekker lopen. Het bedrijf loopt lekker. Wordt geregeld door Martje. Ja, eigenlijk wordt nog steeds door Dipsy heel veel drakenvlees verkocht. Dus daar worden we heel vrolijk van. Nou goed, ik ga even kijken in met de Red Light District natuurlijk hierbovenop. En mijn appeltje. Het ziet er allemaal nog steeds goed uit. Ik ga even kijken of er sowieso nog wat eten is. Van de kist ligt eten. Eens even kijken, want ik heb tegen mijn personeel gezegd, die hier werkt, van hey, alle winst, dus echt letterlijk alle winst dat jullie hebben, mogen jullie houden. Alleen in de kist wil ik uiteindelijk mijn eigen geld, 30.000 weer terug. En dat ligt er ongeveer in, dus ik ben heel erg tevreden. Awesome Martje, dankjewel, dat is Martje dus. Super tof, het is allemaal terug en zo. Nou, dan gaan we kijken bij mijn Perco en... yo, hey! Hallo. Hey, wie is het? Patrick, ga eens van het fucking dak, ga eens van het dak af. Ik mag hier toch gewoon staan? Nee, je mag niet op het dak staan, Patrick. Heb je niet gehoord de nieuwe wet hier in Mindtopia? Nee. Nee? Oh, heel simpel. Zodra je op het dak staat, krijg je een boete van 500 euro. Nu, van het dak af. Kom maar hier. Wat de fuck? Ja. Wat een klootzak. Brutale snotaap. Wacht maar. Ik blijf hier wel staan. Wat een snot. Fuck you, Patrick. Oh, die gaan we pakken, jongen. Eens even kijken. Hoe komt hij op het dak? Ik denk via hier. Oh, wat een klootzak, jongen. 500 euro boete is dat, hè? Even kijken hoor. Parcours. Waar zit hij? Daar heb je hem. Kom hier, Patrick! Oh, kut. Bij de rat! Kom hier! Ja. Oh man, ga je wegrennen, Patrick? Dan krijg je alleen maar een celstraf, hè, vriend? Oh, bij de rat! Kom hier, jongen! Oh, hij is zo snel ook! What the fuck? Patrick, je kan alleen 500 euro betalen. Ben je van je boete af? Dan heb je het gehad. Ik ga helemaal niks betalen. Helemaal niks. Oh, hier krijg je een zelfstraf voor, hè? Ik stop je gewoon in de cel, vriend. Ik ben niet zoals die andere politieagenten die slappie zijn. Hier komen, Patrick. Oh, kijk hem gaan, jongen. Klootzak is het. Hij is nog snel ook. Oh, maar volgens mij heb ik net ietsje hoger fitness. Kom hier, Patrick, jongen. See you later. Oh, ik moet bijna eten.
Oh, hij ook vast wel. Oh, fuck. Hij eet. Oh, waar gaat hij heen? Oh man, die vuile boef dat je er bent. Kom hier, Patrick. Ik ga je pakken, jongen, klootzak. Waar is hij? Hier. Hoppa. Okay, als ik als ik blijf staan. Vuile teamsleider. Hoeveel hartjes ben je kwijt, Patrick? 4. 4 hartjes. Ik doe nog 1 of 2 hitjes en dan ben je gewoon al je spullen kwijt, hè? Maar wat deed je op het dak, Patrick? Ik stond van het uitzicht te genieten. Uitzicht te genieten. Als ik jou zal ik niet meer wegrennen, want ik tik je gewoon 2 keer neer, dan ben je dood. Ja, ik hou niet van geitjes en grapjes. Het is toevallig dat je daar tegenkomt. Jij gaat er maar mee nu. Kom maar naar het bureau. En als ik jou zal ik geen grapjes uithalen, dan schop ik je zo neer. Ja, dan sta ik in 1 keer in elkaar. Oké. Doorlopen, hier naar rechts. Patrick, ga dit weer te rennen, vriend. Ik hou je echt in de gaten, jongen. Hé, fijne boef gaat hij wegrennen. Hier door het deurtje. Toppie. Beneden. Nee, naar beneden, naar beneden. Dus even kijken, wat ga ik als eerst met jou doen? Als eerste kom even hier naartoe. We gaan even een serieus procesverbaal met jou even aangaan. Komt u maar. Ja, je hebt geen kans meer om weg te rennen, dus dat ga je ook niet meer doen. Dat zou heel stom zijn. Zo, Patrick. Ja. Vertel, waarom stond je boven op het dak? Nou, ik vond het wel een mooi uitzicht eigenlijk. Mooi uitzicht, maar is dat huis van jou? Die is niet van mij. Vind je het niet een beetje raar dat je op het dak staat van een ander? Nee, je mag overal staan waar je wilt, toch? Je mag overal staan waar je wilt. Nee, ik dacht het dus niet. Dat is poging tot inbraak. Dat kan ik ook opschrijven, hoor. Dat mag. Vond je dat mooi? Oké, is goed. Dan gaan we. Poging tot inbraak. Patrick Boy 30. Probeerde te ontsnappen. Snappen aan de politie. Boete betaald van €500 voor de poging. 500? €500 mag je aftikken, Patrick. Heb je het bij je of moet ik het uit de bank trekken? Dat heb ik niet bij me. Open bank, Patrick Boy 30. Zo doen we dat. Dan gaan we. Eens even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Dankjewel, Patrick, voor de 500. 500 maar. Maar? Poging tot wegrennen. Een bekeuring van €500 extra. Dus ook nog €500 eraf van Patrick voor de poging tot wegrennen. 2, 3, 4, 5.000 euro lichter. Dat lijkt er meer op. Ook, ga je nog eens doen ook. Celstraf opgelegd. Van 24 uur. Sign, Rotjochie. Zo, die gooi ik in deze kist. Lopende acties natuurlijk. Hopsakee. Die is voor jou. Patrick, mooi, jij gaat even meelopen. Voordat ik het ga doen, dan ga ik bij de boetes. Leg ik deze neer. Dan ga ik meteen een boekje schrijven ervoor. Oké, komt u maar, Patrick. 24 gezellig. Gezellig. Vind je het grappig? Ja. Oké, als je het grappig vindt, prima hoor. Komt u maar mee. Kom maar. Heb ik ook een celgenoot? Nee, je hebt geen celgenoot. Je zit helemaal alleen in je celletje. Komt u maar. Oh, dat is wel jammer. Ga je gang, alsjeblieft, naar binnen. Ah, dankjewel. Graag gedaan, jongen. En nu nog lachen. Wacht maar tot je de 24 uur zit. En misschien vergeet ik je wel dat je in die cel zit. Patrick Boy 30. Dan roep ik wel even hoor. Durpen op dak. Poging tot rennen. Hebben we ook een klok, zodat ik weet wanneer de tijd voorbij is? Nee, ik kom je vanzelf wel halen. Of niet, ik zie het vanzelf wel, Patrick. Succes hier in je celletje. Kijk of je nog steeds aan het lachen bent, zodra je hier nog een paar dagen per ongeluk vast zit of zo. Doei, Patrick. Doei. Zo. Oké, nou, dat was random. Even in 1 keer de politieachtervolging. Weer is de echte, eigenlijk boefje dat in 1 keer heel raar ging doen. Dat hij heel graag wou ontsnappen. En ik heb hem achterna kunnen zitten. Trouwens, die moet ik helemaal niet in lopende acties doen. Want hij moet in de boetes chest. Dus dat ga ik daar doen. Nou, hij wou wegrennen. Ik heb een boete opgelegd. €500 eigenlijk voor op het dak durpen. Dat is gewoon een kleine boete van €500 om het af te straffen. Nou, hij wil heel grappig doen, een stoer doen. Nou, nog een keer een poging tot wegrennen is €500. En nu zit hij dus 24 uur vast. Want ik hou niet van mensen die proberen weg te rennen van mij. Dat is gewoon niet te doen. Niet cool. En dan krijgt hij gewoon 24 uur celstraf. Als hij nog een brutale back heeft, ook nog een keer zo meteen voor degene die eruit komt halen. Meestal is het Ice Sword. Ik vergeet mensen gewoon erin. Heel simpel. Krijgt hij nog een langere celstraf. En dan zit hij lekker vast in zijn eentje. Moet hij maar niet zo vervelend doen. Vervelende Patrick Boy. Nou, goed. Het geeft niet in ieder geval. Nou, zo gaat het dus bij de politie. Het is leuk dat hij dat doet. Dus iedereen die ik tegenkom, kan ik zomaar een boete opleggen. Omdat hij dus durpt op daken, op de plekken staat waar hij niet mag zijn. Het mag gewoon niet meer. Daar zijn we gewoon helemaal klaar mee. Afstraffen die handel. Want binnenkort is een open server.
En dan gaat ineens iedereen op andermans huizen durpen, dat soort shit. Nou, dacht het even niet hoor. Zeker niet in mijn topia. Dit is mijn stad. Ik doe mijn best als politieagent. Ik wil heel ver komen. Dus ik pak gewoon iedereen heel streng aan. Want ik wil wel echt een carrière voor mezelf maken. Ik wil er gewoon keihard tegenaan gaan en laten zien dat er niet een messen valt. Niet te fucken valt eigenlijk vooral. Met de fucking politie van Mindtopia. Gewoon iedereen aanpakken en ja, gewoon geen bullshit. Niet lopen kut op mensen in huizen. Ja, ik maak een poging tot inbraak van. Misschien komt hij dus langer in de cel te zitten. Omdat hij dus inderdaad grappig wil doen. Maak ik een poging tot inbraak van. Dat kan ook zijn gewoon op een verkeerde... Hij mag niet op het dak lopen van iemand. Dus inderdaad is dat vandalisme. Maar, omdat hij zo raar genoeg noem ik het poging tot inbraak. Dus misschien maakt de heer Tonnen wel een heel groot procesverbaal van. Dat hij lekker een paar dagen in het celletje zit. En dat hij lekker niet meer eruit komt misschien zelfs. Moet hij maar niet zo vervelend doen met zijn grote bek. Maar 500 euro. Nou goed, 1000 euro hebben we rijker bij de politie. Dat is hartstikke fijn natuurlijk voor de politiebonussen. En dan kunnen we allemaal dingen betalen die we niet goed gedaan hebben als politie. Nou, ga nog eventjes mijn huisje in. Als een flats, Davids huisje is ondertussen alweer leeg. En dan sta ik weer in mijn lege woning. Ja, goed. Het was eigenlijk niet zo gelopen als ik had gewild. Ik wou gewoon eigenlijk een beetje rondlopen in de stad. En ik stond Patrick Daro op het dak te durpen. In ieder geval, ja, mensen, dat er kan gebeuren. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vind het hartstikke leuke video. Vind je mij een leuke politieagent? Doe lekker een blauw duimpje omhoog. Als je het awesome vond, zeker even doen. Kijk de vorige video terug hoe ik uitleg als hoe het werkt om politieagent te zijn. Zie ik je graag in de volgende video. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Later was het ziens en... peace.